Einstein op de fiets. Wat heeft dat mee te maken? Nou, je ziet ook twee klokjes. En Einstein heeft aangetoond dat als je aan het fietsen bent, althans als je snelheid hebt, dat de tijd dan anders loopt dan dat je stilstaat. We noemen dat tijdrek. Maar het is nog vreemder, als je beweegt, dan wordt ook de lengte anders. We noemen dat lengtekrimp. Daar gaan we het over hebben. Tijdrek en lengtekrimp. Kijk, daar heb je de trein weer. We kijken eventjes wat dichterbij, bij de deur. Ja, daar is hij. Deur even open doen. En wie zien we daar? Jawel hoor, een natuurkundige. En deze natuurkundige heeft een klok bij zich. Nee, niet zo'n klok, meer zoiets. Een slingerklok. Ja, en de slinger heeft natuurlijk een bepaalde trillingstijd. Nou, in plaats van zo'n slinger gebruiken we nu een slinger van licht. Licht dat heen en weer slingert tussen twee spiegels. De slingertijd, de trillingstijd, hangt natuurlijk af van deze afstand. Ja, want één trilling is de tijd dat je over twee van die afstanden doet, heen en weer. Dus de trillingstijd is twee keer die afstand gedeeld door de snelheid. En de snelheid is natuurlijk de lichtsnelheid, afgekort met de kleine letter c. Nou, wat nu als je in de trein of buiten de trein staat? Nou, zolang je stilstaat, maakt het natuurlijk niks uit. Maar als je gaat bewegen, zo, ja, gaat de klok weg. Ja, samen met die andere natuurkundige natuurlijk. Maar hoe ziet nou degene buiten de trein de klok? We gaan het nog een keer bekijken. Ja. In de trein, ja, is alles dus gewoon dat hij op en neer gaat. Ja. En buiten de trein, hoe zie je dan het licht heen en weer gaan? Nou, kijk, dat doe je op deze manier. Ja, licht gaat niet op en neer, maar volgens iemand buiten de trein gaat hij scheef naar beneden toe en scheef omhoog, et cetera, et cetera. Dat betekent dus dat in de trein gaat het licht over een afstand d, maar buiten de trein, dan zie je dat hetzelfde licht niet over afstand d gaat, maar d-accent. En dat betekent dus dat in de trein, ja, en in de trein, he, daar staat in feite de natuurkundige naast de klok, dus die twee staan in rust. Ja, dat is het ruststelsel. Ja, in de trein is de trillingstijd deze, hebben ze net al gezien. En buiten de trein is het dus twee keer die andere afstand gedeeld door de lichtsnelheid. En die andere afstand is duidelijk groter dan d. Dus die trillingstijd die buiten de trein wordt waargenomen, die is groter. Ja, en een grotere trillingstijd betekent dat de klok langzamer gaat lopen. Dus dezelfde klok, ja, in de trein zie je hem snel lopen, buiten de trein zie je hem traag lopen. We zoeken het even wat hoger op, een raket of schotel. Ja, daar is een waarnemer R en die schotel die heeft een snelheid v. Snelheid moet natuurlijk altijd ten opzichte van iets zijn. En in dit geval is het de aarde. Ja, daar staat een waarnemer. En die waarnemer, als hij dus een klok ziet op de schotel of in de schotel, ja, dan zou hij hem dus trager zien lopen. Maar hoeveel trager ziet hij nou? Nou, stel je voor, hij ziet een tijdsperiode TA. Dat is dus de tijd die hij ziet in de raket. Ja, hoeveel is hij dan? Nou, dan is die tijdsperiode gelijk aan een bepaalde factor maal de tijd die de waarnemer in de raket zelf het ziet. En die factor, die gamma-factor, die kun je berekenen. Die is natuurlijk afhankelijk van de snelheid. En die is gelijk aan, nou, hier staat hij. Lijkt me behoorlijk ingewikkeld iets. Het is natuurlijk ook niet al te makkelijke uitdrukking. Maar toch, hè, gewoon invullen met je rekenmachine, dan lukt het natuurlijk wel. Als je bijvoorbeeld zegt van, goh, stel je voor, die raket, die staat gewoon stil. Ja, hij staat nog op de aarde. Ja, hij moet nog gelanceerd worden. Nou, als de snelheid 0 is, vul maar in. Hè, dan zie je dus dat daaronder gewoon een wortel van 1 komt. Oftewel, dan is de gamma factor 1. En dat klopt natuurlijk ook, want ja, dan heb je gewoon twee klokken naast elkaar op de aarde staan. Dus dan is de tijd, hè, zoals de aarde het waarneemt, gelijk aan die zoals de raket het waarneemt. Maar als nou die raket, de schotel, een snelheid heeft van een kwart van de lichtsnelheid, als je dat dan invult, hè, vul maar gewoon even in, pak even een rekenmachine, hè, typ het in, en dan krijg je een gammafactor van 1,03. Ja, nog wel bijna 1, maar wel duidelijk groter
dan 1. Dat wil zeggen dat, hè, als dus in een raket, ja, wordt waargenomen dat iets 100 seconden duurt, ja, dan zal de aarde zeggen van nee, dat heeft geen 100 seconden geduurd, maar 103. Hè. Hij ziet de klok trager lopen in de raket. Nou, zo kun je natuurlijk ook grotere snelheden doen. Als je 1/18 van de lichtsnelheid hebt, dan is de gammafactor nog steeds kleiner dan 2, maar hè, al wat meer. En als je in de buurt van de lichtsnelheid komt, hè, bijvoorbeeld 0,99 maal de lichtsnelheid, dan is de gammafactor al 50. Hè, en dan is het inderdaad echt behoorlijk hoeveelheid. Als je nog dichter bij de lichtsnelheid komt, steeds dichter en steeds dichterbij, het kan natuurlijk niet, maar stel je voor, het is de lichtsnelheid, dan zie je dat die gammafactor, ja, daaronder komt 1 min 1 te staan. De wortel van 0 is 0 en dan deel je door 0 en dat kan natuurlijk niet. Hè? Die gammafactor wordt dus oneindig groot als de snelheid de lichtsnelheid krijgt. En dat kan natuurlijk op zich nooit. De klok in de raket, ja, die gaat dus trager lopen, althans volgens de aarde. Maar het is niet natuurlijk alleen deze klok, ook gewoon een normale klok. Hè? Een polshorloge zal ook trager lopen. De tijd op je telefoon loopt trager. En zelfs een klok die je altijd bij je hebt, je hart. Ja? Het hart, ja, het zal dus voor een waarnemer in een raket gewoon normaal slaan. Maar iemand die op de aarde het bekijkt, die zal dus zien dat je hart trager gaat slaan. Nou, die heeft heel leuke dingen. Stel je dus voor, je bent op aarde samen met je tweelingbroer. Ja, en op het moment dat je elkaar ziet, ja, ben je 30 jaar oud. Beide natuurlijk, hè, tweelingbroers. En de ene tweelingbroer, de linker, dat is een astronaut en die stapt in een raket. En hij vertrekt met een snelheid van 0,8 keer de lichtsnelheid. Dat hebben ze net gezien. En dan is de gammafactor 1,67. Dan, na 50 jaar, ja, keert de tweelingbroer terug op aarde. Hoppadee, daar zijn we weer. Ja, en dan zal hij dus zijn tweelingbroer weer ontmoeten. Maar kijk wat er gebeurt. Ja, na 50 jaar wachten op de aarde, dat betekent dus dat die tweelingbroer die op de aarde is, 80 jaar is. En je ziet al, die andere tweelingbroer, ja, die is wat minder grijs, heeft nog wat meer haar. Want hoe oud is die tweelingbroer dan? Nou, ja, we hebben dus dat de tijd op aarde, ja, is gelijk aan een factor maal die van in de raket. En als je dus op de aarde 50 jaar ziet, ja, hoe groot is dan de tijdsduur in een raket? Nou, als je dit zo invult en uitrekent, dan krijg je dus dat in een raket maar 30 jaren zijn verstreken. Ja, want dan gaat het trager. Dus betekent dus dat die tweelingbroer, weliswaar ook natuurlijk een respectabele leeftijd, maar toch, hè, maar 60 jaar. En dan krijg je een apart iets, want ja, de tweelingbroers, ja, die schelen 50 jaar op aarde, ja, althans vanaf de aarde bekeken natuurlijk, en vanaf de aarde bekeken zal dus die raket 50 jaar lang een afstand hebben afgelegd. Ja, de raket zal in totaal, ja, afstand is snelheid keer tijd, is dus 0,8c keer 50. Nou, kun je uitrekenen en even een fatsoenlijke eenheid doen, heeft dus 40 lichtjaar afgelegd. Maar nu, de tweelingbroer, ja, die heeft volgens hem maar 30 jaar bezig geweest. Ja, die tweelingbroer, ja, die weet niet anders van, ja, mijn klokje heeft 30 jaar lang getikt en meer niet. Dat betekent dus dat vanuit de capsule bekeken, ja, hoeveel heeft hij dan afgelegd? Nou, hetzelfde, x is v keer t en die heeft maar 24 lichtjaar afgelegd. Oftewel, ja, de raket, hoppadee, ja, die heeft vanuit de aarde bekeken 20 lichtjaren afgelegd. Ja, en dat is dus de aarde die stilstaat, althans ten opzichte van de ruimte. Maar vanuit de bewegende capsule, ja, is dat maar 12 lichtjaar. Oftewel, die ruimte, ja, die is gekrompen vanuit de capsule bekeken. Vanuit de bewegende capsule zal dus een lengte
krimpen. Ja, oftewel lengtekrimp, afstand wordt korter waargenomen als je beweegt. Ja, oh, het is natuurlijk wel zo, alleen afstand in de richting van de beweging zelf. Ja, niet het dwars op of zoiets. Laten we weer even bekijken vanuit de raket met een snelheid v ten opzichte van de aarde. Ja, en dat betekent dus dat als er ergens een lengte is, dan zal dus de lengte vanuit de raket, de bewegende raket, korter lijken of korter zijn dan die dat de aarde waarneemt. Ja, en dat kun je met deze formule dan berekenen. Dat is dus niet keer gamma, maar die keer gedeeld door gamma. Ja, en gamma is natuurlijk weer dezelfde factor. Ook hier weer, hè, als de snelheid 0 is, dan staan ze beide stil ten opzichte van elkaar. Dan is natuurlijk ook de waarneming voor beiden gelijk, gamma is 1. Maar bij een kwart van de golflengte van de lichtsnelheid, ja, bij een kwart van de lichtsnelheid, dan is je gamma 1,03. En dat betekent dus, hè, dat die lengte 1,03 kleiner is geworden vanwege de snelheid van de raket. Ja, dus vanuit de lengte, hè, vanuit de raket wordt 100 meter waargenomen, terwijl de aarde zegt van nee, het is geen 100 meter, maar het is 103 meter. Ja, dat is dus de lengtekrimp. Ja, en natuurlijk de andere snelheden precies hetzelfde. Hè. En let nu op, hè, als de gamma dus oneindig is, hè, dus vlak in de buurt van de lichtsnelheid eigenlijk, gelijk aan de lichtsnelheid, maar mag je eigenlijk niet zeggen, ja, dan is een lengtekrimp dus voor een bewegende waarnemer tot nul. Ja? Dus het is zo ver gekrompen dat de lengte echt nul is. Ja? Dat is dus over lengtes, maar het gaat eigenlijk ook over alles. Alles krimpt, dus als je beweegt, dan zal ook de hele ruimte krimpen. En misschien dat je het wel eens gezien hebt in bijvoorbeeld films als Star Trek, als die in een warpmode gaan, sneller dan het licht, zoals hun, dan krijg je zoiets. En dan zie je dus inderdaad dat de ruimte daarvoor, ja, die wordt in elkaar geklompen. Dus het heeft wel een natuurkundige achtergrond, zulke plaatjes. Nou, misschien mooi om nu even mee te stoppen, dan kun je misschien eventjes zo'n videootje bekijken. Ik zou zeggen, veel plezier ermee en tot ziens, tot horens.